Put your hands together for Maria Plessis. Thank you, Maria. En zo zitten we meteen in het Mijnstadion te Beringen, waar zaterdag de final of the Belgian Bowl op het programma stond, met de ontknoping van het kampioenschap tussen de Brussels Black Angels en de Limburg Shotguns. Deze laatste zijn de promovendus in de reeks en verbaasden iedereen in het American Football door hier op eigen terrein in de finale te staan. Een overwinning op zich, een kers op de taart van een schitterend seizoen, waar ze nu voor de titel mochten spelen tegen favoriet Black Angels uit Brussel. Deze laatste was afgezakt naar het Limburgse met een team dat dubbel zo groot was dan dat van de Shotguns en temperaturen van 30 graden speelden dan wel een belangrijke rol naarmate de wedstrijd vorderde. Temperaturen die het voor iedereen moeilijk maakten. Ja, zeker de eerste helft waar de zon echt vlak op ons zat en natuurlijk ja, we zijn volledig in het zwart gekleed. Dus dat is echt, het was afzien. Ja, het was heel warm en wat eigenlijk een veel closere wedstrijd verwacht, veel spannender. Maar kijk, blijkbaar waren wij er toch beter voorbereid dan hun. Dus ja, dat is vrij logisch. En zo trokken beide teams met veel goede moed richting veld, waar het al vrij snel duidelijk werd dat het niet meteen de dag van de Shotguns zou worden. De Black Angels komen dan ook op 7-0. Please put your hands together for the wounded player of the Limburg Shotguns who leaves the field on his own power. En toch, het verschil op het veld was misschien wel groot. De Limburg Shotguns mogen terugblikken op een schitterend seizoen. En laat ons de puikenorganisatie niet vergeten van deze Belgian Final Bowl onder een stralende zon met veel volk, cheerleaders met alles erop en eraan en enkele lekkere touchdowns waar we gaan rusten met een 25-0. Na rust kregen we eenzelfde spelbeeld waar het de Brusselaars zijn die de lakens uitdelen, de wedstrijd controleren en domineren. Het gaat naar 31-0. De vermoeidheid bij de Shotguns is stilaan parten aan het spelen en zo staan de Black Eagles op 37-0.
Stilaan zware cijfers voor de eerste Belgian Final Bowl van de Shotguns, die teleurgesteld waren in de wedstrijd, maar langs de andere kant ook fier op het behalen van deze finale als promovendus. I'm not so happy when how the game is end, but I'm happy and I'm proud to my team because for the Shotgun this was the first season in the Division 1 and they make it the finals. So what can I wish more? Op de borstkloppen mogen de Shotguns zeker waar Brussels de winnaar van de dag zou worden met 3 titels. En dat succes heeft volgens hen zo zijn reden. Ik denk dat de doorslag gewoon gegeven is dat wij veel inzetten op onze juniors. De Shotguns hebben een paar imports, Amerikanen, Duitsers. Maar kijk, als je inzet op juniors, dus op de jeugdwerking, zoals dat wij doen. We hebben het gezien van de middag met de cadets. Zijn kampioen, juniors zijn kampioen en nu de seniors. Dus het gaat gewoon zo blijven duren, denk ik. De jeugd is de toekomst en niet de imports. Een stevig statement van de Brusselaars, die ook bij de seniors dus de titel pakte voor de 2e maal op rij. Na een laatste touchdown die de 50-0 eindscore op het bord zou zetten. Een lang seizoen geweest, veel blessures gehad op de verdediging, maar op het einde is alles goed gekomen, dus de backups zijn echt opgeklommen tot een goed niveau en dus ja, het is maar één logische uitslag en dat zijn wij kampioen zijn. Yeah, it was a tough game. It's not what we expected, but it just happened. It was a tough game. Ja, het is echt wel een zware match. Ik had niet verwacht eigenlijk dat we dit scoren ook gingen doen. We hebben ze erover gegaan. Heel seizoen voor gewerkt. Het is gewoon ja, het resultaat van hoe we daartoe gewerkt hebben. We just couldn't execute. Defense, offense. It was just one of those days where things just weren't clicking. I had a lot of mistakes this game. So as the captain, as the team leader, I put a lot of that on my back. It wasn't our day today. Klopt inderdaad. Het is gewoon, ja, de hele organisatie is daar gewoon op punt en je ziet dat ook het resultaat kunnen vandaag perfect zien. Iedereen wint. Op de hele lijn. Yeah, the Black Angel is a pretty good team. He's a back-to-back champion, as I know. So that was talking himself. So he's a good team. Yeah, they're a really good team. Everyone knows. Everyone in Belgium knows that they're a really good team. So I said before when I had my little interview that we had to come with it. It had to be a perfect game. It had to be absolutely perfect all around. And it wasn't for us. Everyone saw that. So we just got to get back to the drawing board. Start over and build for the next year. Zeker onze fans zijn echt fantastisch. Elk jaar opnieuw staan ze gewoon achter ons. En elke wedstrijd staan ze bij ons. Dat is gewoon. Het begint te groeien. En hopelijk volgend jaar nog wat groter. Yeah, we had a pretty good season. For our first time being in the Division 1. But we want to build on that. You know, it wasn't enough for us to just make it to this game. We want to go higher. We want to be the team in Belgium that continually wins and wins big. So we just got to get back at it for next year. We'll see you again in Belgium Bowl 30.